Mijn rol is eigenlijk om te kijken naar de vertaling van prachtige businessdoelen naar haalbaarheid ook op het gebied van processen, informatiestromen en systemen, applicaties die ervoor benodigd zijn. Kern van de visie is eigenlijk dat gepersonaliseerd leren. Op zich is het heel prettig dat er in feite een programma onderwijsinnovatie is die een duidelijke visie heeft. Wat moeilijk is de implementatie. En zeg maar een big bang voor een hele HU. HU is natuurlijk best een grote instelling. Met bijna 40.000 studenten en 3500 medewerkers. Dus die krijg je ook niet allemaal in één keer om. Want elke opleiding is ook echt anders. En dat is denk ik ook de belangrijkste uitdaging voor een HU-diensten, zeg maar. Om eigenlijk al die verschillende smaken en alle verschillende tempo's op een goede manier te kunnen bedienen. En wij vragen nu in het proces eigenlijk aan docenten of aan ontwikkelaars om ongeveer bijna anderhalf jaar van tevoren aan te geven van wat ga je volgend jaar doen. Dat is een enorme belemmering voor docenten juist en mensen die bezig zijn met de vernieuwing om na te denken over vernieuwing. Want ze zeggen dat weet ik nog niet. Dus we vragen eigenlijk te veel informatie op het verkeerde moment. Daar zouden we gewoon beter moeten knippen, zeg maar. En het is eigenlijk niet eens zo heel veel ICT, maar het is vooral proces en informatie. Wat vragen we nou op welk moment? We zijn nu bezig meer met gewoon het goed bepalen van waar zitten nou die jaten eigenlijk in ons totale landschap. En dan gaat het er vervolgens om een soort roadmap te bepalen en prioriteiten te stellen van wat gaan we nu eerst doen. Ten aanzien van toetsen denk ik dat we al sowieso een aantal stappen moeten maken. En daar gaan de komende 2-3 jaar echt al een stap in gezet worden. Er zijn al programma's voor opgestart. We maken onze eigen leeromgeving beter. Dus de elektronische leeromgeving. Ik denk dat we nu vooral in eerste instantie de uitdaging hebben om het op informatiegebied goed te krijgen. Wat betekent het een minor? Hoe registreren we dat nou? Of je hebt een stukje vrije ruimte in je curriculum. Hoe leg je dat nou vast? Want dat wil je eigenlijk, of dat nou bij elke opleiding moet dat uiteindelijk hetzelfde eruit zien. Maar hoe groot die vrije ruimte is, of hoe klein, dat is vrijheid. Dat is de vrijheid van het onderwijs natuurlijk.